De derde ronde, 4 foto's op rij. 1 hoort daar niet bij. Oftewel, wie is het Nederlandse koningspaard tussen de Deense ponies? Voor beide 4 smaakmakers. We zien Shona Shukrula, Vegaworst, Water in Apeldoorn en Javier Milei. Ja. Nou. Dat water in Apeldoorn. Mm. In het water in Apeldoorn is een bacterie. En iedereen doet veel te chill. Iedereen een beetje van, ja, mag je even niet drinken. 3 minuten koken. 3 minuten koken. Terwijl de E. coli-bacterie is uitgebroken. Ja. Eigenlijk is Apeldoorn nu onze Wuhan-dierenmarkt. Ik heb opgezocht, ja, je kent mij, wat doet de E. coli-bacterie? Zie, iemand valt flauw. die zorgt voor bloedingen in je darmen. Mm-hmm. En dat bloed komt er dan met diarree naar buiten. Ja. En braken. Ja, maar geen aids. Ja. Oké, ik merk, niemand voelt deze... Nee, ik hang aan je lip. Ik zeg, vliegtuig op laten stijgen van Volkel en plat bombarderen. Gewoon maatregelen nemen voordat het uitbreekt. Ja. Maar, ik woon in Vlaanderen. Daar drinken wij sowieso geen kraantjes water. Echt nooit? Nee. Dat is vies. Nou ja, daar zit, weet ik veel... sperma van Marc Dutroux. Nee, maar er zitten ook rare dingen in. Ja, ik kook gewoon... Dus kraanwater beter dan spa-rennen. Nee, ja, gewoon flessenwater drink je daar. Hè? Dus, maar in België kan je toch gewoon water drinken? Het kan wel, maar ja, tenzij je diarree met bloed wil. Nee, maar... Dat is zo gelul. Nee, maar er zit geen bacterie in, maar er zit wel... Maar in bronwater zit veel meer medicijn troep dan in kraanwater. Dus, Oké, nou, dat weet ik dan vanaf nu, Harm. Dank je wel. Ja. En linksboven is niet de eerste vrouwelijke scheidsrechter, maar wel zij. Goed, toch? Zij gaat gewoon grote wedstrijden fluiten. En dat is te gek. Ja, zeker weten. Ja. Maar nu, zij is wel heel goed. En, maar ja, het is natuurlijk. En nu de grote wedstrijden. En de spreekkoren, hè? Maar je vader is een gigolo. zo, dat ik denk toch? Hè? Ik denk dat dat wel. Maar ik denk dat zij gaat heel erg helpen met voetbal. Omdat ik denk dat zij gaat voor zorgen dat zij geen zwalbes meer. Omdat een vrouw kan veel beter zien of een man zich aanstelt. Oh. Of echt pijn heeft. En ik denk dat vrouwen veel beter zijn met de VAR. Want dit zeg ik uit eigen ervaring. Vrouwen zijn heel goed om iets uit het verleden terug te halen. Om de discussie te winnen. Dus dit ja, echt top. Daar ben ik het mee. Maar dit is dus een unicum. Linksboven. Ja, gaat en, door. En de Vegaworst. Die mag gewoon Vegaworst blijven genoemd worden. Want het is een beetje een contradictio in terminis. Ja. Maar mag ik daar toch iets over zeggen, Jan? Ja. Ik vermoed dat jij vegetariër bent. Ja, dat ben ik. Ja. Want jij ziet er echt uit als ik aan AI vraag: maak een vegetariër. Dan kom jij eruit. Ja. Dat ben ik. Alleen wat ik had zo. Kijk, dan wordt er gezegd, ja, maar het is toch... sowieso als vegetariër wordt heel vaak gevraagd... ja, maar als je geen vlees lust en geen vlees eet... waarom wil je dan wel per se nepvlees? Ten eerste, vegetariërs houden heel erg van vlees. Heel veel vegetariërs vinden dat fucking lekker. Ik vind het ook heel lekker, ik mis het ook. Maar om andere redenen eet je het niet. Precies. Dus ik vind het zo flauw, omdat het is ook niet als iemand, zeg maar... Ja. Stel, je hebt geen relatie... en je koopt op bol.com koop jij een flashlight... Oh, ja. Die ken je? Ja, zo'n ding. Precies, zo'n ding. De vegaworst. Ja. Dan ga je ook niet zeggen van... hey, als je niet van neuken houdt, koop dan ook niet zo'n nepvagina. Er zit een hele enthousiaste veganist zit daar. Maar weet je zeker dat jij een kindje krijgt? Of heb je een skippy al bezwangerd? De flashlight is zwanger. En wat ik ook wel heb, is dat ik eet veganistisch. Ja, ik ben iedereen kwijt. Ben jij die 0,4%? Ja. Wauw, dat is wel heel goed. Alleen, dan kom ik op een verjaardag en dan zit daar vaak mijn oom Theo. En dan zegt oom Theo, oom Theo die heeft zo'n pens. Mm. Die zit hij noemt het zelf cholesterol damage. Oh, mooi.
hij zit 3 dagen per week zit hij in snackbar De Vette Lel, zit hij gewoon frikandellen te eten. En dan kom ik binnen op een verjaardag en dan zegt hij tegen mij, zegt hij, hey Teun, jij frit toch helemaal niks meer? En dan zegt hij van, je eet alleen nog maar sla en groenten. En dan zeg ik, ja, dat klopt ook meteen. En dan zegt hij, maar ben jij dan niet bang voor je eigen gezondheid? En dat trek ik dus heel slecht. Ja, überhaupt zo'n oom. Waarom ga je daar nog heen? Maar meer mensen die gooien het op onze gezondheid. Maar de vegaworst mag toch gewoon dan ook wel... Maar waarom mag de vegaworst dan niet meer vegaworst eten? Dat was de vleeslobby. Maar nu heeft een rechter op 4 oktober, op Dierendag... heeft de rechter, de hoogste rechter in Europa, heeft gezegd... het mag gewoon vegaworst eten, want het zou misleidend zijn voor de consument. Nou, de consument wordt de hele dag misleid, dus dan kan dit er ook nog op. Geef ome Theo gewoon een glaasje water uit Apeldoorn... en hij is weer in één keer helemaal fris. Drie van de 4 bleken niet te vertrouwen. Vleesvervangers zijn volgens critici niet te vertrouwen. Het is volgens hen verwarrend dat vegetarische producten worst of biefstuk heten. In Frankrijk en Italië is er wetgeving aangenomen die deze namen verbiedt. Maar het Europese Hof vindt dat de namen gewoon gebruikt mogen worden. Het water van de regio Apeldoorn bleek niet te vertrouwen. Daar werd de E. coli-bacterie, oftewel de poepbacterie, aangetroffen. Inwoners wordt geadviseerd om kraanwater 3 minuten te koken... voordat ze het gebruiken om eten en drinken klaar te maken of hun tanden te poetsen. Veel mensen zijn nu flessen drinkwater gaan hamsteren. En Javier Milei, de Argentijnse president, is ook niet te vertrouwen. Zijn speech voor de VN op 24 september... bleek bijna helemaal gekopieerd te zijn... van de populaire politieke televisieserie The West Wing. En Shona Shukrula hoort er niet bij... want ze kreeg juist veel vertrouwen van de KNVB... en was de eerste vrouwelijke scheidsrechter van een profduel bij de mannen. Ze floot de wedstrijd tussen Top Os en ADO Den Haag... in de keukenkampioendivisie. Mooi, hè? Mensen wordt geadviseerd om kraanwater 3 minuten te koken... voordat ze het gebruiken om eten en drinken klaar te maken of hun tanden te poetsen. Zodat ze daarna zonder enig gevaar hun tanden kunnen poetsen met gekookte poep. Oh, dit is gewoon echt mijn angst, namelijk. Dit is echt goed. Sorry, maar ik vind een plantaardige steak eten toch hetzelfde... als een bevroren selderie in je reet steken. Het is best te doen, maar je mist toch dat vleesgevoel. Shona Shukrula was na afloop erg opgelucht. Ik werd volledig geaccepteerd en het voelde enorm goed... om tijdens de wedstrijd niet een vrouw te zijn, maar een blinde teringleier. Wat gaat die tijd toch snel als je onze video's kijkt? Wil je nog sneller door de tijd chasen? Dat kan op ons kanaal, want er staan nog veel meer video's. Word lid, like en abonneer en we zien je daar.